Beerse Boys en Odi zijn sportverenigingen waar veel jongeren zich bij thuis voelen. Des te opvallender is het als je dan een sport gaat beoefenen die veel minder gangbaar is, zoals bijvoorbeeld turnen. Graag willen we hier meer over weten en we praten daarover met Job en Rens Manders. Eerst even, hoe vaak in de week trainen jullie? Drie keer. En ik 2,5 uur. En ik 2 uur. Dus 3 keer 2 en 3 keer 2,5 uur trainen. Alleen al voor de turn. Hier in Beers? Nee, in Best. In Best. Wie brengt jullie er naartoe? Of? Mama. Mama. Oh. Mama. Dus jullie hebben al een sponsor. Ja. Dat is heel mooi. En welke onderdelen doen jullie op het turnen? Voltige, ringen, vloer, sprong en rek. Alsjeblieft zeg. Nou, ik denk dat jullie ook benieuwd zijn, hoe gaat dat nou precies? Ik denk dat we daarom eerst maar even naar een filmpje van jullie gaan kijken. Ja. Ja. En desnoods geven jullie een commentaar. Ja? Dit is de ringen. Het is vloer. En wie is dit? Dit ben ik. Oké, Trends. Wow, op ze splitst. De sprong. Springen. Dit is de rekstok. En hij staat. Wie is jouw voorbeeld? Epke Zonderland. Voor mij ook. Ja, waarom? Hij is goed. Die is gewoon keigoed, hè? Ja, die is inderdaad heel goed. Wat is jullie doel? Zouden jullie zo ver willen komen als Epke? Ja. Ja. Ja? Als ik nou aan jullie de keuze laat. Even kijken. Je mag de mooiste iPad uitzoeken die er is. Of je wordt derde op de regionale kampioenschappen turnen. Dat is nog moeilijk. Het laatste. Wat zeg je? De laatste. Toch de laatste, ja? Liefst allebei. Ja. Dat lijkt me heel goed. Zeg, nou, ik denk dat jullie allemaal wel benieuwd zijn hoe ze het nou precies doen. We hebben hier, hoe heet dit wat daar staat? Voltige. Oh, ik dacht dat het paddenstoel was. Ja, maar, ja. Maar de oefening heet voltige, hè? Ja. Ja. Job, zou jij eens even iets willen laten zien? Dan doen we de lampen hier aan. Achterin zal het misschien niet even goed te zien zijn, maar de achterste rij mag rustig gaan staan. Nu komen die gespierde lichamen tevoorschijn. Voltige van Job. Heel mooi. Rens heeft speciaal al beveiligingen, ja? Nou wordt er vaak gevraagd, kan het programma niet een beetje interactiever? Dat kan, als er mensen zijn die denken, dit kan ik ook. Kom gerust naar voren. En voor de wat ouderen komt er nu ook een voltigeapparaat al met beugels. Dus dit is al een stukje makkelijker. Job, die gaat de speech doen. Kijk eens even. En Rens doet de flanken. En tot slot,
de handstand. En Rens blijft natuurlijk niet achter. Dus dames en heren, komt hij in Oosterbeers, in de Schoolstraat. Mensen tegen. Komt hij in Oosterbeers een keertje mensen tegen die ondersteboven lopen. U weet het, Job en Rens Manders. Geweldig, dankjewel. Ja.